Hoe vaker je iets afwast, des te meer kalkaanslag erop ontstaat. Het ziet er natuurlijk heel erg vies uit. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat heel snel weghaalt met maar 2 producten. Nou, zoals je ziet heb ik hier een pan staan en er zit flink wat kalk in. Het ziet er echt niet uit. Maar dat heb je eigenlijk binnen een paar seconden opgelost met deze tip. Het enige wat je nodig hebt is een citroen en een beetje azijn. En het is allebei heel erg zuur en dat zorgt ervoor dat het kalk oplost. Dus je doopt citroen in het azijn. En dan ga je duwen. Of je knijpt eigenlijk de citroen uit. En terwijl je dat doet, wrijf je hem over de kalkaanslag heen. Nou, de pan is nou wel schoon. Alle kalk is opgelost. Ik moet hem alleen nog even afspoelen en dan kunnen we het eindresultaat bekijken. Nou, daar ben ik weer. En zoals je ziet, de pan glanst helemaal van binnen. Het is echt top. Het werkt echt als een trein. Er zitten nog wel een paar bruine vlekjes in, maar dat zijn gewoon etensresten. Dat heeft niks te maken met kalk verder of hard water. Nu werkt het niet alleen op pannen van metaal, maar het werkt ook hartstikke goed op plastic bijvoorbeeld. Ik heb hier een maatbeker. En je ziet, die is allemaal wit uitgeslagen van de kalkaanslag. En dan gaan we het ook even proberen. En dit is het resultaat. Zoals je kan zien is hij weer helemaal als nieuw op de barsjes na dan. Maar goed, het ging om de kalkaanslag. En die is helemaal weg nu. Nou, zoals je kan zien is alle kalk nu weg. Het is echt een wereld van verschil. En het werkt niet alleen maar op je potjes en je pannetjes, maar ook bijvoorbeeld in je douche. Als je een douchecabine moet schoonmaken of ramen of wat dan ook. Overal waar kalkaanslag op zit, dat kan je verwijderen met deze manier. Met een beetje azijn en citroen. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En zie ik jullie de volgende keer weer. Dat is handig.